Vandaag is er iets super vets gebeurd. Er is namelijk een update gekomen die niemand had verwacht. Wat Fortnite namelijk gaat doen is content updates. En wat houdt het in? Dit zijn updates die ze door de hele week kunnen doen op een random moment. Zonder dat jij hoeft te downloaden. Wat ze namelijk gaan doen is ze gaan in de updates die iedere donderdag komen. Gaan ze al dingetjes verstoppen die ze geleiden. Dus door de week heen gaan ze die dus releasen. En vandaag was de allereerste en we gaan er vandaag gewoon doorheen. Oh ja, voordat we gaan beginnen wil ik nog even wat tegen jullie zeggen. Zou jij graag VPX willen winnen? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te abonneren op de Veelgevraagd, te liken op deze video en te reageren op deze video. Doe dat dan zeker ook eventjes. Op de achtergrond heb ik wat gameplay van mij staan en ook van de nieuwe Game Mode gameplay. Dus blijf vooral even kijken. Maar we gaan beginnen met het allereerste vette nieuwe ding. En dat is de vending machine. Matthijs heeft hem aangekondigd. Klik even op het i'tje voor die video. Dat is daar is het i'tje. Klik er even op voor die video. Matthijs heeft daar de vending machine aangekondigd. En jawel, hij is er. Hij is nu gereleased. Op het moment dat deze video online staat, kan je hem al gebruiken. Hij staat op random locaties door de hele map heen, maar hij staat wel altijd op dezelfde plek. Dus soms staat hij er niet, soms staat hij er wel. Zo heb ik er dus eentje gevonden bij Retail Row. Jullie zien nu wat beelden ervan. Ik heb dus gelijk toen de update was, ben ik gelijk gaan zoeken en ik vond hem gelijk de eerste game al. Hij heeft een soort van geluid, net als als je een chest kan horen, kan je dus ook een vending machine horen. In deze vending machine zitten dus drie verschillende deals. Drie deals waarvan eentje met hout, eentje met staal en eentje met steen. Het kan van alles zijn. Het kan dus een legendary rocket zijn. Of het kunnen dus alleen maar blauwe zijn. Dit verschilt heel erg. Ik heb hier een lijstje van wat ze allemaal gaan kosten. Een common, dus een grijze, is 100. 100 van een materiaal. Dus bijvoorbeeld 100 steen, 100 wood of zo. Uncommon, dus groen, is 200. Rare, dus de blauwe wapens en zo, die zijn 300. Epic, 400. Dus dat is paars. En legendary, dus gold, is 500 waard. Dat zijn momenteel de kosten per rarity, laat maar zeggen. Ik vond ze dus hier zaten volgens mij alleen maar blauwe in uit mijn hoofd. Waaronder een hunting rifle. En die ga ik dus ook even kopen. Trouwens, als je wil weten hoe je kan switchen tussen de drie deals die je hebt, je hoeft alleen maar te slaan of je moet even wachten. Want de vending machine switcht ook continu, laat maar zeggen. Dus, maar als je gewoon mapt, kan het ook. Want volgens mij kan de vending machine niet kapot geslagen worden. Ik vind het echt super vet dat die er is. Want ja, je hebt nu die lama's. Dan krijg je 500 materials per stuk. Dus 500 hout, 500 steen, noem maar op. En nu kan je dus ook echt dat allemaal gaan gebruiken bij die vending machine als je iets wil hebben. Als ik toevallig nog een map kan vinden online met daarop de mogelijke spanlocaties van die vending machines, dan zet ik hem nu in beeld. En zo niet, dan staat hij nu niet in beeld. Dit is insane. Ik vind het echt super vet dat ze het dus nu al op woensdag hebben gereleased en niet op donderdag. Dus dit soort dingen kunnen we vaker gaan verwachten. Oké, maar dat is dus niet het enige wat in de update zit. Ze hebben bijvoorbeeld een compleet nieuwe game mode en dat is High Explosion V2 en eigenlijk zegt het al, het is een soort van dat sniper battelen, maar deze keer alleen met explosives. Ik vind het super dope. Wat je dus hebt, je hebt alleen maar nade launchers en van die egg launchers of die rocket launchers. Je hebt echt alleen maar explosives. Ik heb het dus nu ook op de achtergrond staan, een best wel vette gameplay, dus ga die vooral eventjes kijken. Verder is op dit moment dus nog niet heel erg veel veranderd qua content. Alleen die vending machine in zijn groot en dus die nieuwe game mode die er is en die sniper game mode is dus weg, maar ja, het zijn altijd van die tijdelijke game modes. Dit was dan ook voor nu eventjes mijn gedeelte van de video. Ik ga op de achtergrond mijn gameplay wel laten draaien. Dan kunnen die er even afkijken, want geloof me, het is op zich een best wel vette gameplay. Jongens, ik hoop dat jullie genoten van deze video. Abonneer, reageer, like op deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace.